Op Kamp Holland. Nou ja, natuurlijk. Natuurlijk zijn er plekken waar militairen moeten zijn. Natuurlijk zijn er eetzalen. Natuurlijk zijn er douchecabines, weet ik wat. Maar er is ook gewoon een fucking kapper. Hier, de Kamp Holland kapper. En dat is dan een Afghaan die knipt. Er wordt nu iemand hier geknipt en geschoren. Het is nog best, spiegeltje. Je kan een modelletje uitzoeken. Ik zie hier dus snel met een punk ding rondlopen. Maar het zou natuurlijk kunnen. En er zit hier iemand. Hallo, wie ben jij dan? Hoi, ik ben Danny. Danny, is het zo dat jij altijd je haar al gewoon zo kort had? Nee, ik ben 9 jaar kaal geweest en toen ik hier kwam heb ik haar gekregen. Echt waar? Ja, serieus. En is dit dan de eerste keer sinds tijden dat je bij de kapper bent? Dat is de tweede keer. Ik ben hier al een keertje eerder geweest. Oh, het groeit als kool hier in Afghanistan. Dat is een gekke, ja, inderdaad. Ja. En voor €2, ach, dan kan je best wat vaker gaan. Maar $2 zelfs. Of $2 zelfs, ja. Dat is helemaal niks. Ja, het valt mee, inderdaad. Ja. En wat ik dan een voordeel vind, is dat je normaal gesproken heb je altijd die vreselijk irritante gesprekjes met van die kappers die vragen of je nog op vakantie wil, weet ik wat voor. Ik zie jou niet echt communiceren. Nee, deze verstaat je niet. Nee. Hij is Afghaans namelijk. Ik ga even aan hem vragen via een tolk of hij het ook zo lekker vindt dat hij niet met zijn klanten hoeft te praten. Kan je dat even in het Dit is het probleem dat ik niet kan met praten met mijn klanten. Maar zou die dat wel willen dan? Of hij zelf niet is nodig naar de kapper moet, want hij heeft een baard. Dat lijkt wel alsof hij bij de Taliban zit. Jij verstaat het ook niet? Ja. Nou, hij zei dus, ik zal het even uitleggen, hij zei dus van, nou, wat denk je zelf al, man, ik zit toch godsamme niet bij de Taliban, ik ben toch geen kapper? En gelijk heeft hij inderdaad, ja. Zeg ik toch. Ja. Hey, volgens mij is die klaar. Tenminste, wat vind je er zelf van? Ja, netjes. Ja? Ja, ik vind het wel prima. Niks meer aan doen? Niks meer aan doen hoor. Had jij ook je baardje staan? Nee, die moet er nog even vanaf. Oh, dat gaat hij ook nog even doen? Nee, dat doet hij niet. Ja. Dat doet hij niet? Nee, dat moet ik zelf even doen. Oh, oké. Ik kan nog even vragen, want Dennis hebben jullie ook. Dennis. Hi. Jouw haar zit natuurlijk niet zo recht. Voor de mensen die geen beeld hebben, je moet een foto maken. Ja. Normaal gesproken dan feun ik het ook, maar... Het zit, ja. Ik heb nu geen feun bij me, dus het gaat een beetje pieken en stof en zo, ja. Ik ben benieuwd wat die kapper ervan vindt. Kan je even vragen wat hij van het model van Dennis vindt? We stappen naar Zarban en daar Dennis nu mee. Dat is dat model van het Jorkele. Dat is zo'n stand in Jorkele. Heel goed. Ja. Niks meer aan doen. Nou, dankjewel. Nou, top. Dat is toch jammer. Daarmee loopt hij dan $2 mis. Want dan gaan we weer. Hey, zet hem op hier. Ja, dankjewel. En bedankt. Maar dan nou.